Zo nu en dan verschijnen er boeken in Helmond. Of tenminste, verschijnen er boeken van mensen uit Helmond. En dan denk ik van ja, het zijn meestal dunne boekjes. Hè? Meestal boeken van over Helmond. Of het zijn keidikke boeken waar niet door te komen is. Maar er verschijnen ook af en toe leuke boeken. En Nicole van den Broek heeft een boek geschreven. Het laatste rondje is voor mij. Ja, klopt. En, is in december uitgekomen. 18 december. En je hebt ons gemaild van, kan ik die keer eruit zijn komen? Ja, natuurlijk kan ik die keer eruit zijn komen. Ja. En dus dacht ik, nou, Nicole, kom eens praten over jouw boek. Ja. Nou, bedankt voor de uitnodiging in ieder geval. Welkom. Ja, weet je wat het is? Kijk, als je dan toch uit Helmond komt en je schrijft een boek, nou, het is toch niet iets wat iedereen dagelijks doet. Dus ik dacht van, ik vind het juist leuk om hier in dit programma dan ook in Helmond te vertellen. Ja, dat ik een boek geschreven heb en dat het inmiddels ook best wel aanslaat. En vooral de mensen die me dan kennen, wat hier in Helmond ook wel aan zal mensen zijn. Of nou voetbal of tennis of wat dan ook is. Ja, dan vind ik het wel leuk om te laten weten dat het er daadwerkelijk eindelijk gekomen is. Nou, voor mensen die nou naar de boekhandel willen hollen, en van, waar gaat het over? Waar gaat Kijk, want over? Dat willen mensen weten. Waar gud hij over? Waar gud hij over? Goh, wat leuk om weer een keer Helmond te kennen, vrouw. Want in de bus moet ik al mijn AWN natuurlijk tevoorschijn hebben. Ja, waar gaat het boek over? Ja, ik reis natuurlijk al een jaar of 13 inmiddels. Ik heb een aantal jaren in de Dominicaanse Republiek gewoond. Daar heb ik een kroeg gehad. En daar is eigenlijk mee begonnen. Ja. En daar heb ik verhalen verteld die daar gebeurd zijn. Uiteindelijk ben ik naar andere landen verhuisd. En werk ik als gids of tourleader of wat dan ook. En ja, dan maak ik nog alles rare verhalen mee. Ja. En dat is wat ik dan allemaal aan mijn oma geschreven heb. Ja. En een lieve mensje heeft dat bewaard. En ik heb dat gebundeld. Ja. En dat, dat zijn verhalen. Kijk, ik ging naar een shooting range waar je dan een keertje met de geweer kan schieten. Ik heb in een bak gezeten in Amman. Ik ben op stap geweest met die mensen van Jackass. Alleen, ik ken heel die mensen niet. Nee. Dus dan, hè, als jij dan met iemand bekend staat en je staat er gewoon een biertje mee te drinken en je doet verder niet zo moeilijk, dan kan je dan nog alles in rare situaties terecht. Komen. Maar je zegt van nou, ik ben op een gegeven moment gaan reizen. Hoe kom je daartoe? Kijk, op een gegeven moment denk ik dan, iemand heeft de school afgemaakt en dan heb je heel vaak de mensen weer, ja, ik wil eens even een jaar reizen. Ja. Ja, dat is dat bij jou ook zo begonnen? Nee, mij is even net iets anders gegaan. Ik had HTS informatica gedaan. Toen heb ik bij een automatiseringsbedrijf gewerkt. Maar wij hadden thuis het transportbedrijf Gevoerders van den Broek. En mijn vader Harry, die leefde toen nog. En ik zei altijd, oh, ik kom daar wel werken, weet je niet? Ja. En die zei, ga eerst zelf maar eens wat doen. Even zelf ondernemen. Ik dacht, ja, hè, wat zelf ondernemen? Ik heb 2 jaar gewerkt, kan ik onderhand? En hij zei, nee. En ik woonde toen nog thuis. En ik zeg, nou, dan kostgeld betalen. In plaats van dat ik kostgeld betaal, neem ik ons maar mee op vakantie. Ja. En ik wilde met mijn blote kont ergens in het blauw-witte, idyllische, zo liggen. Ergens onder een parelwit parelwit zand. Precies. En uiteindelijk is dat Dominicaanse geworden, met mijn moeder samen. En daar had ik het zo naar mijn zin dat ik op een gegeven moment zoiets had, nou, als jij wil dat ik iets zelf ga doen, nou, dan ga ik daar wonen. En toen heb ik de mogelijkheden bekeken, want je kan niet zomaar daar gaan wonen zonder een goed plan. Nee. En toen heb ik daar echt, ben ik ook verhuisd, geëmigreerd. Ik heb een spetterend afscheidsfeest gegeven. En ik was ook niet van plan om ooit nog terug te komen. Nee. En ik ben daar gaan wonen en daar, daar heb ik een kroeg gehad. Ik heb daar voor een Duitse maatschappij gewerkt. Ik ben daar ben ik eigenlijk per ongeluk gids geworden. Ja. Omdat de gids die ter plekke aanwezig was, het vliegtuig cirkelde al. En die gids werd ziek. Ja. En die zegt, ja, we hebben iemand nodig in die bus. Ja. Ik zeg, ja, nou, ik ken alle plaatsen wel. En Nicole, kan jij dat niet doen? Ik zeg, ja, wat moet ik doen? Hij zegt, ja, gewoon die bus in gaan, een beetje lullen. Nou, dat lukt me wel. En dan, ik zeg, nou, dat is goed. Dus ik stap die bus in. Ja. Ik zeg, beste mensen, ik zeg, sorry. Zeg, voor jullie een schok, voor mij een schok, maar ik heb het nog nooit gedaan. Zeg, ik weet wel, we gaan eerst een biertje drinken op het strand in een hele mooie tent, mijn eigen kroeg natuurlijk. Zeg, dan krijgen jullie vast wel een gratis drankje het eerste. Zeg, dan na dat biertje dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Ik ga mijn kleren ophalen en zo is het begonnen. Er waren Nederlanders? Er waren toen alleen maar Nederlanders. En tot op de dag van vandaag stap ik in een bus. Want ik werk nog steeds met toeristen in het toerisme. Ja. En ik stap nog steeds met datzelfde idee in die bus van, joh, die mensen betalen een hoop centen om een mooie reis te maken. Ja. En ik kan maar een klein stukje bijdragen. Ik weet veel van het land. Dat is mijn taak, vind ik dan, dat ik dat kan voorbereiden. Ja. Ik stap in die bus en dan zeg, jongens, we gaan maar kijken hoe het loopt. En regeltjes doe ik niet zo aan, ik wil zeggen. Je gaat niet op de automatische piloot? Nooit. Zo gauw je dat gaat doen, dat is een goede vraag ook. Want als je mensen hebt die me op de auto, dan heb je er zelf geen plezier meer in. Nee. En dan ga je fouten maken. En ik moet er, als ik het de eerste dag krijg, dat ik denk, ja, pff,
Hè, moet ik weer naar die watervallen van Fossil Iguazu of moet ik weer naar Rio? En ik heb die Pauda-zoeker al 100 keer gezien. Jij niet. Jij betaalt daar 2000 euro voor. Ja. En ik ben daar alleen maar om daar een klein stukje aan bij te dragen. Om die mensen een mooie reis te geven. Maar ik denk dat ook gewoon voor... De functie van een reislijster wordt volgens mij heel erg onderschat. Absoluut, ja, zeker. Want het is natuurlijk van... Jij bent de gids voor die mensen. Mensen zijn er dan nog nooit geweest. Jij bent de gids. Jij weet alles. Tenminste, er wordt vanuit gegaan dat jij alles weet. Ja. Jij kent de lokale gebruiken. Je kent de lokale mensen. Ja. Je weet van hoe en wat. Ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen. Ik denk wel dat ik iets te ver daarin ga, hoor. Als er ooit iemand naar een land wil, hoef je mij maar te... Als ik er geweest ben althans. Ja. Dan is er geen boek te krijgen wat ik niet uit mijn hoofd weet en wat ik niet doorgespit heb. Ja. En dan kom je in het land zelf. En de eerste keer dat je er komt, ja, dan weet je het zelf ook niet. Je weet ook niet waar de wc's zijn, welke restaurants het beste zijn. Maar het gaat voornamelijk om het contact met die mensen. Hm. Ik wil zeggen, tuurlijk, hè, die mensen, of ik er nou 30 of 50 heb, die zijn gewoon 2-3 weken mijn familie. Ja. En soms heb je ook een oom of een tante die achter het behang kan plakken. Ja. Maar ja, hè, over 2-3 weken heb ik weer een volgende groep. Ja. En ik vind iedereen oprecht gezellig. En ik ben geïnteresseerd in ze. Ik wil weten wat ze doen en hoe het ermee staat en zo. Ja. En dan heb je 2 weken de tijd om met die mensen een leuke vakantie op te bouwen. Dus het is een werk waarvan ik zeg, het gaat. Als je eenmaal in het wereldje zit en je hebt geen hond, geen vent, geen kind. Ja, nou heb ik sinds kort, dan woon ik dan op mezelf, omdat mijn moeder het huis wil verkopen. Dus ik heb nu wel een appartement waar ik 10 maanden per jaar niet ben. Dus dat is eigenlijk lichtelijk zonde. Maar voor de verder rest, ja, dit gaat er bij mij niet meer uit. Nee. Hoor. Als ze zeggen, morgen bij een probleem, Nicole, kan jij invallen? Nou, dan zit ik morgen op Schiphol. Ja, ja, absoluut. Dus Maar hoe zie je jezelf? Ben je een globetrotter, om maar eens een oud woord te gebruiken? Het is er eigenlijk zo in. Het is zo gegroeid, maar ik ben altijd wel. Mijn grootste bezit, dat vond ik al toen ik het net haalde, was mijn rijbewijs. Ik rijd heel graag auto. En mijn paspoort. En het feit dat wij overal naartoe kwamen. Ik zat gisteren te bedenken. Ik zag de bus naar Brouwhuis, lijn 54 rijden. Ja. Toen ging ik nog met een vriendinnetje uit Brouwhuis. Elke keer als we mochten. Met de bus naar Helmond. Naar die vrijheid. Dat je daar naartoe kon. Ja. En nu zitten mensen te klagen dat ze niet naar Friesland kunnen. Want ze nemen er geen tijd voor. En het is te ver weg. Ik zit ooit 700 kilometer op 1 dag in de bus. Ja. Dat ik denk, waar zitten we hier? Krijg je graag auto? Nou, dan stap je in je auto. Je kan overal naartoe. Je hebt een paspoort. Je hebt een rijbewijs. Ja, en ik denk dat... Ik ging dan naar... Dan had ik een dag niks te doen. En dan zat ik op een donderdag bij Café Bruheze in de kroeg. En dan dacht ik, nou... Wat zullen we vanavond eens doen? Maar ik dacht dan, nou, vrijdag, zaterdag, zondag zijn 3 dagen. Ik moest vrijdag wel naar school, maar denk, ja, we zien wel, hè. Zeg, zullen we naar Barcelona rijden? En dan kijken ze echt glazen gaan van, yeah, right, hè. Zeg, we zijn er zo. Als we met z'n tweeën rijden en we rijden gewoon om beurten, dan kunnen we vanavond de kroeg nog in. Ja. Maar ja, dan gaat er niemand mee, hè. Dan vertrek ik alleen maar. En dat staat dan ook in het boek. Ja, dan valt mijn knalpijp uit die oude Mercedes die ik toen nog had. Dus ik moest even iemand bellen, want de vonken die kwamen eruit op die poort daar bij Luxemburg, weet je. Ja, ja. Ja, en uiteindelijk dacht ik, ik zou daar 3 dagen heen gaan en ik ben er uiteindelijk 8 dagen geweest. Dat ik denk, nou, gewoon het feit dat je overal naartoe kunt. Ja. Mijn 2 zussen ook, die kwamen van school. Het eerste wat ik wilde dat ze deden, is in ieder geval meer naar Londen. Ik vind... Je moet een keer in Londen geweest zijn, gewoon 3-4 dagen. Musical gedaan hebben, uit eten, een beetje shoppen. Een beetje daar gewoon de kroeg in, alles verkennen. Het is zo dichtbij allemaal, jongens. Ja. En iedereen... Vroeger was het alleen Jorette Mar, waar we hier dan met onze vrienden allemaal naartoe gingen. Ja. Tegenwoordig is dan Fortaleza en dat soort dingen. Maar je kan naar zoveel plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat je buiten Nederland moet, hoor. Want ik wil zeggen, er is hier in Nederland ook hartstikke... Nederland is ook mooi. Geweldig. Je kan hier... ik zeg al, je kan hier zo naar de Krullenmuller. Of er zijn genoeg Schoonhoven of Delft of Den Haag. Er zijn genoeg leuke dingen hier om te bezoeken. Maar je woont dus officieel nog steeds in de Dominicaanse Republiek? Nee, ik heb wel 2 paspoorten. Je hebt wel 2 paspoorten. Maar dat zal ik natuurlijk nooit gebruiken. Hè? Want ik geloof niet dat ik dan nog naar de douanes kom als ik dat moet gebruiken. Maar je woont officieel in Nederland? Ik heb mijn paspoort nooit opgegeven. In de Dominicaanse was het vrij makkelijk. Hè? Je moest een beetje betalen. En dan kreeg je daar wel een... Ja, karnei heette dat toen nog. Ja. En dan uiteindelijk nog meer betalen. Dan werd het nog weer officiëler gemaakt. Dus ja, die heb ik wel. Maar ja, dat heb ik nu niet meer nodig in feite. Ben je een beetje een Helmondse Floortje Dessing geworden? Dat vind ik een belediging.
Dat vind ik absoluut. Als mensen dat. Ten eerste, Floortje Dessing weet gewoon 0,0 van die landen. Nee, dat vind ik echt een belediging. Ik vraag dat ook expres. Nou, dat zeggen zo vaak mensen. Mensen zeggen altijd Floortje Dessing. Nou, dat vrouwke dat staat daar op een strand met een vent met een bord voor de neus. Wat hun opgezocht hebben wat zij moet vertellen. Die staat daar 5 minuten en die moet weer weg. Ja, die weet gewoon helemaal niks van die landen. Kijk, ik heb altijd van Floortje Dessing gezegd van nou, die zit echt gewoon echt goed betaald. Een beetje vakantie te vieren. Maar die kent helemaal niks van die landen, want die staat op het strand van Rio. Daar staat iemand wat zij moet vertellen, wordt voor haar opgezocht. Zij leest dat voor. Hop, het vliegtuig in, ze gaat naar de volgende plaats. Die vertelt precies de dingen die voor haar opgezocht. Tuurlijk, ik zou zo willen ruilen, want ik wil zeggen, zij ziet nog meer landen dan ik natuurlijk. Ja, jij wordt ook wel even naar de zuidpunt van... Ja, dat zou ik zo wel doen, maar het punt, als ik naar een land ga, ze vragen me, Nicole, wil jij... Hè, ik ben nog niet naar Vietnam geweest, dat wilden ze vorig jaar dan, hè, of ik dat wilde doen. Maar ik zeg, ik zit met mijn boek, ik ben maar 2 maanden per jaar in Nederland. Ja. Daarvan wil ik 1 maand gewoon mijn vrienden bezoeken. Hè, in Sneek of in Friesland of dan of in Deventer of waar dan ook. En dan 1 maand wil ik hier zijn. Maar als ik zeg ik ga naar een nieuw land, ja, dan heb ik daar toch wel 2-3 weken voor nodig om echt me voor te bereiden. Ja. Dan koop ik alle boeken die er te vinden zijn. Dan ga ik dat doorlezen. Dan maak ik er een eigen verslag van. En dan met wat internetweetjes erbij, zeg maar, dat ik in ieder geval qua informatie voorbereid ben. Dus als ik naar het land zou gaan waar ik dan ook aan het werk ben, ja, dan weet ik in ieder geval wel heel veel van het land af, laten we het zo zeggen. Dat vind ik in ieder geval de minste voorbereiding die je kunt doen. En dan de kennis van het land, de lokale dingen natuurlijk, dat kan alleen maar als je daar bent. En dan mensen zeggen ook heel vaak van, nou, fijne vakantie, hè? Ja. Ik heb hier in Nederland vakantie. En dan heel vaak, mijn vrienden dachten ook heel vaak van... Oh, ben er weer, hè? Dan was ik 10 maanden of zo weg geweest. Hè? Ja. En hoe was het op vakantie? Och, nou, dat kan ik zo slecht tegen. Want dan, die mensen denken dat je echt maar 10 maanden daar gewoon op het strand ligt en helemaal niks te doen hebt. Je staat gewoon 10 maanden lang van 's morgens 5:30, 6:00 bij je bezig tot eigenlijk 24 uur per dag. Want ja, als er 's nachts een vent met de zieke vrouw voor je deur staat, dan moet je toch mee naar het ziekenhuis. Maar jij moet 's morgens 6:00 weer vrolijk zijn voor die andere 28 gasten die in die bus zitten natuurlijk. Maar ben je dan een zelfstandige reisleidster of ben je in dienst bij een... Ik ben eigenlijk freelance. Wie me wil hebben, die kan me krijgen als ze maar betalen in feite. En het is een van de slechts betaalde jobs. En daarom zei ik ook, ik heb er vrede mee. Ik vind het prima, terwijl een andere baan betaalt je 10 keer meer. Maar je ziet niet wat ik zie. Nee. En ik doe het wel 10 maanden. Als het vliegtuig waarmee de reis klaar is, die zwaai ik uit. Dan zeg ik bye-bye. Dan wissel ik mijn shirtje snel. Dan ga ik naar de andere kant van de gate, op de terminal. Ja. En dan met het vliegtuig waar mijn groep mee vertrekt, komt de volgende groep weer aan. Ja. En dat doe ik eigenlijk zo 10 maanden per jaar. Ertussendoor heb ik, nou, als ik al een dag vrij heb, dat is veel. Maar heb ik dan een dag vrij, dan wil ik ook wel wat ondernemen. Terwijl ik eigenlijk back-off ben. Want dan denk ik, slapen doen we wel als we dood zijn. Ik wil juist iets ondernemen. En dan denk ik van, nou, waar zitten we? Ja. Wat kunnen we ondernemen? Wat is er? Wat is leuk? Dan ga ik een speciale massage doen. Of ik ga naar een sauna. Of ik ga de kroeg in. Iets wat daar typisch of ter plekke te vinden is, zeg maar. Want hoe maak je die schakeling dan? Je zegt net van nou, het vliegtuig dat vertrekt met de groep waar ik mee opgetrokken ben. Ik switch even en ga naar de andere kant en ik vang de volgende weer op. Ja, maar dat is denk ik de beste. Ik vind dat het prettigste. Afscheid nemen vind ik het, die laatste dag vind ik het ergste die er is. Want je hebt toch een band opgebouwd. Met sommige mensen heb ik een echt hele goede band. Je hebt altijd voorkeuren, maar dat mag je nooit laten merken natuurlijk. Nee. Maar doordat zij gelijk weg zijn, krijg jij niet de kans om te denken van, ik mis dat zij niet weggaan. Ja. Want je krijgt meteen de volgende groep. Dus de manier waarop ik het doe, doet niemand hoor. De meesten doen 2-3 reizen, gaan weer naar huis, want die hebben thuis iets zitten wat, of rekening, weet ik wat, ze moeten doen. Hè. En ik ga alleen maar door. Okay. Maar had ik, kijk, want als ik zeg ik wil graag een week vrij of ik wil een maand vrij, dan krijg ik dat ook tussendoor. Dan word je niet betaald, maar dan krijg je wel je tijd om te rusten. Maar omdat ik dat niet wil, dan heb ik ook niet. Ik mis ook niks, want je hebt constant je gasten. Ja. En je hebt constant bij je bezig. Dus het feit dat je denkt van, weer een nieuwe groep. Ja, nou, die komen ook weer voor het eerst naar de land. Het zijn weer andere mensen. Weer een nieuw volk. Weer een nieuwe... Nee, volk. Ja. Maar goed, het boek is er. Ja.
Het is een dikke pil. Ik neem aan dat ik uitgebreid bij de boekhandel te verkrijgen. Ja, hier in Helmond in feite bij alle. En zo niet, want ik geloof dat er bij eentje al uitverkocht was. Kunst al bestellen. Ja. Dus ja, Nicole van den Broek, maar dan het laatste rondje is van mij. Het laatste rondje van mij. Nou, ja. Ik heb het nog niet gelezen, want ik heb jouw berichtje afgelopen week. Dus ik heb nog geen tijd. Kijk, ik ga niet zeggen van ik heb het gelezen en dan ga ik aan mij moeilijke vragen stellen. Nee. Ik zeg wel eerlijk, als je het gaat lezen, het leest heel snel. Ja? Er zijn mensen die mij dus niet kenden, die hadden het binnen een week uit. En het zijn 700 pagina's. Een lekker vakantieboek. Het is een heerlijk vakantieboek. Nou, dat bewaar ik toch mooi voor de vakantie. Nicole, je bent in ieder geval dinsdag nog even te gast bij mijn volgende collega week, ja. Gabriel. Dus ja. die gaat jou nog even doorzagen verder. Oh, leuk. Dus we zijn heel erg benieuwd. Misschien komt er nog wel een opvolger. Ja, je weet maar nooit. Ja, dat is waar. Veel lessen rondje. Nou, Nicole, hartstikke bedankt dat je even wilde komen. Ik wens je heel veel succes met het boek. Komt en goed. Met jouw verdere activiteiten. Want volgens mij heb jij het leukste baantje van... Ik vind het in ieder geval van wel. Van het westelijk halfrond en van het oostelijk halfrond. Ik zou er zo achteraan rollen. Maar helaas, ik zit hier dus nu vast bij Stadsradio. Want ik moet nog een paar uitzendingen. Frans, zwengelt het maar aan. Wie hebben we nog liggen? Oh ja.